op hier in Canada op een voetbalveld. En dan besef je eigenlijk pas hoe goed wij in Nederland zijn om machines te ontwikkelen en producten te ontwikkelen om natuurgrasvelden aan te leggen en te onderhouden. Ik vind het jammer dat wij daar nooit in Nederland het volle gebruik van maken en van de kennis die wij hebben. Terwijl we juist in Nederland zo goed zijn in natuurgras. We hebben de machines, we hebben het graszaad, we hebben de bemestingsproducten. Alles hebben we, alleen we hebben nooit die kennis bij elkaar gebracht. Daarvoor waren wij grasmeesters, daarvoor hebben wij ons de afgelopen jaren op bewezen. Voor mij was het eigenlijk heel simpel. Toen anderhalf jaar geleden Altop bij me kwam en vroeg Arno, wij hebben een pomp. We denken dat die gebruikt kan worden voor gras. Maar we weten niet precies hoe kun je daarin helpen en kun je daarmee proberen een verschil te maken. Het was voor mij binnen 1 seconde duidelijk, dit is wat ik al eigenlijk jaren zoek. Ik heb altijd al gedacht, we moeten terug naar de oude boerenwijsheid. Vroeger werd er al gebruik gemaakt van het irrigeren van de bodem door middel van drainageleiding. Wij kunnen met het systeem maximale duurzaamheid behalen. En dat is wat wij als grasmeesters willen. Naast een goed veld rekening houden met het klimaat en zo duurzaam mogelijk te werken. Het heeft mij nog steeds verbaasd, het verbaast me tot op de dag van vandaag nog steeds, dat er in Nederland meststoffen zijn, dat 80% van de meststoffen worden toegepast met fosfaat. Waarom gebruik je fosfaat terwijl er ruim voldoende fosfaat in de bodem aanwezig is? Gewoon totaal niet duurzaam. Hetzelfde geldt ook eigenlijk voor het beregenen. Met de Drain Talent kwam een lang gekoesterde wens van mij eigenlijk in vervulling om de techniek te gaan gebruiken voor iets wat eigenlijk al eeuwen oud is, waar we in Nederland ook al beroemd mee zijn geworden. Door het gebruik van de capillaire werking in de bodem het gras te voorzien van water. Waardoor eigenlijk het gras niet meer in shock komt, waardoor we minder water gaan gebruiken. Waardoor het gras sterker wordt. Waardoor er minder schimmels zijn. Waardoor een beter veld, een sterker veld, meer gras. Waardoor je ook minder onkruiden hebt. De Drain Talent is voor ons eigenlijk vanaf de eerste minuut geen enkele discussie geweest. Dit is waar wij als grasmeesters voor staan. Duurzaamheid, innoverend en hoogwaardige kwaliteit van velden, waar iedereen met plezier op moet kunnen voetballen. Het is geen alternatief voor kunstgras. Integendeel, het is een enorme verbetering ten opzichte van kunstgras. Zij het met een beperking. We kunnen niet de 1100 uur op voetballen, maar we kunnen er wel 1100 jaar desnoods op verder.